In de e-sport zie je dus niet alleen maar FIFA spelen, jongens. Het is alles eromheen. Je moet Insta gewoon onder controle hebben. Je moet veel mensen doen, ook YouTuber bij. Als je dat, die twee al bij elkaar gewoon goed hebt. En ook nog echt goed bent in FIFA, dan kan je heel ver komen. Tof dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag zijn wij bij Mark. Greenhopper. We zijn er eindelijk. We zijn er eindelijk. Ja, wat we gaan doen. We gaan, zoals je al gewend bent, gaan wij eventjes langs bij onze gamers thuis. Bij de e-sporters. Om iets meer te weten te komen over... Wie zijn de mannen? Wat zit erachter? Ja, we gaan gewoon vragen stellen. Maar Mark, kan je nog eventjes een keertje gewoon even voorstellen? Ik ben Mark Groenland, ook wel bekend als Greenhopper. Ik ben 18 jaar en ik ben e-sporter van ESV Esports. Thanks voor het voorstellen. Tof dat we hier mogen zijn, bij jou Zeker. Thuis. Hier in Amstelveen zijn we. Ja, mm-hmm. Amstelveen. Oké, okay. Dat is een topvraag van mij. Het was geen vraag. Oké, Mark, wat doe je nog meer in het dagelijks leven... Naast dat je e-sports doet natuurlijk. Het is niet dat ik de hele dag aan het gamen ben natuurlijk, want dan zou ik het niet volhouden. Ik heb vorig jaar mijn school afgerond, mijn 5 HAVO, en dit jaar heb ik tussenjaar. Dus wel focus me dit jaar nog veel meer op FIFA. Maar wat ik naast FIFA doe is, ik sport zeker 3-4 keer in de week. Ik ga dan vaak voetballen of ga naar de gym. Ik ben ook bezig met mijn opleiding voor volgend jaar te kiezen. Dus het is niet dat ik constant bezig ben met FIFA. En natuurlijk nu gaan we weer lekker op YouTube. We gaan weer knallen, dus daar ben ik ook mee bezig. Het is niet alleen maar spelen, maar we proberen wel gewoon goed genoeg te worden, zodat we kunnen knallen in de E-divisie en de qualifiers. Alright. Hey, en je zegt net van, je bent er wel bezig met je school. Je hebt nu gewoon een tussenjaar, ja. En daarna ga je weer lekker naar school. Weet je wat je gaat doen? Ik vind het moeilijk om te kiezen. Ik vind het heel lastig, want je kan heel veel dingen kiezen. En ik weet nog niet zeker wat ik leuk vind. Ja, wie weet wordt mijn tussenjaar zo, gaat het zo goed in mijn tussenjaar dat ik misschien wel nog een tussenjaar kan nemen. Dat hoop ik wel. Ja. Dat het met YouTube heel goed gaat of met FIFA wel heel goed. Je weet het niet. We gaan het zien, dus nog even kijken. Hey, en we hebben net van het weekend jou gezien als coach bij Koen. Ja, niet iedereen heeft het waarschijnlijk gezien, want ik heb niet op mijn eigen Insta gegooid, maar... Niet iedereen heeft gezien. De mensen die bij Koen in de stream waren, dat waren er wel veel. Volgens mij hebben we wel een paar mensen het gezien. Ja, dat is waar. Maar hoe kom je daarbij? Hoe is dat gegaan? Ik spreek Koen sowieso al regelmatig. Op een gegeven moment zei hij van, ik heb heel veel moeite met mijn spel. En hij was live en ik stuurde dan tijdens de live gewoon screenshots op bepaalde momenten dat hij eigenlijk iets anders had moeten doen. Hij gebruikte veel onnodige trucjes en dat soort dingen, dus ik stuurde dat naar hem. Op een gegeven moment hebben we... Vorige week hebben we 2 potten gespeeld en heeft hij daar heel veel van geleerd. En toen vroeg hij mij of ik hem wilde coachen tijdens de WikiLeague, tijdens de laatste, of zijn middels 10 potten. Maar hij ging nog live om 5 uur in de nacht, maar dat redde ik helaas niet. Want ik had een DC gekregen midden in de nacht, waardoor ik 89-1 in de maand ging. Dus ik was een beetje depressief, ook niet zeggen, maar ik vond het wel echt kut. Maar ja, zo ben ik wel eigenlijk bij het coachen bij Koen. Oh, lachen man. Ja, super gaaf. We hebben het inderdaad. Veel mensen hebben het denk ik gezien. Je bent nu 18. Hoe ben je in dit wereldje terechtgekomen? Ja, ik vind het heel lastig te zeggen. Ik heb dit wel vaker moeten vertellen. Want natuurlijk vrienden van mij die bijvoorbeeld 5 jaar geleden, waar ik 5 jaar geleden mee omging, die vragen dat soms ook al af. Maar hoe ik eigenlijk ben in gekomen is, ik haalde voor het eerst top 100. In 2018 op FIFA 19. Oké. En toen had ik dat tegen... Ik DM'de af en toe al met Koen. Dus toen had ik al af en toe contact met Koen. Niet iedere week, maar gewoon heel regelmatig. Toen DM'de Koen dat ik top 100 had gehaald. En toen zei hij nee van... Als je wil, kom je langs. Dan gaan we een video maken. Dus ik helemaal vet. Dus ik ging naar Koen. Uiteindelijk die video opgenomen. En ik had al toen mijn YouTube... Ik had al een YouTube-kanaal toen. Toen had ik al mijn WikiLeague gestreamd. Toen na die video was mijn YouTube ontploft. Ik had ineens 2.500 abonnees. Terwijl ik eerst 500 had. Dus het was heel lijp. Ja, en daarna vaak gestreamd. Toen ben ik door gaan pushen. En op een gegeven moment, het hele jaar, ben ik daarna gewoon constant gaan presteren. Gewoon constant 27+. Of gewoon altijd 27+ eigenlijk. Op een gegeven moment kwam ik op gesprek bij Sydney. Oh, bij mij? En dat was in het AZ-stadion nog. En toen heb ik bij ESV Esports getekend. Later volgde Fortuna Sittard. Dat, Fortuna heeft natuurlijk een contract met ESV Esports. Waardoor ESV eigenlijk esports levert aan Fortuna. En
Ik mocht daar een van zijn, dus daar ben ik heel erg trots op. En nu zit het tweede jaar van Fortuna. Ja. Eredivisie begint bijna en mogen gaan knallen. Ja, want we gaan gewoon beginnen. Ja. Volgens mij hebben we een hele strakke voorbereiding, vette bootcamp gehad. Ja, ik vond het echt super vet. Ja, zeker, week. Was top. En Jason gaat ook lekker nu en nou, ik denk dat we er wel lekker voor staan. Ja. Hey, waarom is dat e-sports zo belangrijk voor jou? Daar ben ik dan toch wel benieuwd naar. Waarom is dat dan zo? Waarom is het zo belangrijk voor jou? Ja, ik begon met e-sports. Ja, gewoon nou, e-sports niet echt. Ik begon gewoon met FIFA spelen met vrienden in de party. Ik vond het gewoon. Het spelen, ik speelde altijd. Ik vond het fucking leuk. En ja, op een gegeven moment, ik vond het altijd zo leuk om naar e-divies te kijken. En gewoon naar de mensen, top 100, top 200. Ik vond het al heel interessant gewoon hoe ze dat allemaal deden. Ik keek de tours en dat soort dingen. En op een gegeven moment werd ik zelf beter. En dat vond ik al helemaal leuk. En al helemaal toen met YouTube en zo ging het hartstikke lekker. En ik vond het heel leuk gewoon om in dat wereldje te zitten. Waar ik misschien eerst wel fan van was, uiteindelijk zit ik er nu zelf in. Ja, en in de e-sports scene, ja, ik wil gewoon de beste worden. Dus dat is één simpel doel. Je wil gewoon winnen. Ja, gewoon winnen. En waarom is dat dan een stukje winnen dan zo belangrijk voor jou? Want je hebt de e-sports omdat je het tof vindt. Ja. Een toffe wereld, dat die snap ik. Ja. Denk ik. Ik snap dat het tof is. Het is nieuw, het is pionieren, het zijn nieuwe dingen doen. Elke dag weer. Je weet niet precies waar je volgende week bent. Want veranderen gewoon heel veel dingen constant. Ja, toernooien zijn veranderen. Corona is nu, we weten niet precies wat we moeten doen. Ja. Maar waarom is dat stukje winnen dan zo belangrijk? Waarom zit dat in jou? Want je voetbalt ook nog gewoon. Ja. Nog steeds? Is nou, nu voor je corona niet meer, nee. Maar ik heb altijd gevoetbald. Ik vind het zo moeilijk om te beschrijven, maar als je, geloof me, als je wint na zo'n Eredivisie-pot, als het nog een moeilijke pot is geweest ook, je gevoel is dan zo lekker gewoon dat je daarheen bent gegaan, dat je hebt voorbereid met je coach, dat je gewoon een strak plan hebben en uiteindelijk gewoon alles lukt, dat je uiteindelijk wint ook. Dus dat is echt een topgevoel. Ja. En dat wil je gewoon eigenlijk zo vaak mogelijk hebben. Af en toe is ook gewoon goed om te verliezen. Ja, ik ga niet dat standaard zinnetje uitspreken van we don't lose, we learn, maar het is wel zo. Van een verloren pot ga je daarna gewoon analyseren en leer je eigenlijk alleen maar meer van. Ja. En het is echt, wat Cindy zegt, van een overwinning in de Eredivisie dan krijg je er gewoon een heerlijk gevoel van. En ook hier thuis, als je gewoon weer een 30-0 haalt, dan zit je gewoon de top in. Dan ga je gewoon weer heerlijk slapen die zondag. En begin je gewoon weer de week. Begin je eigenlijk gewoon weer goed. In plaats van dat je bijvoorbeeld denkt van, shit, weer 27, waar moet het aan liggen? Weet je wel, misschien is het af en toe wel goed om een 27 te halen, want dan ga je naar je spel kijken. En als je 30 haalt, dan denk je misschien van, oh, ik heb alles goed gedaan. Maar dat heb ik zelf niet echt. Ik had bijvoorbeeld, het allereerste weekend speelde ik gewoon goed. Dus toen was ik wel tevreden met mijn spel, maar vorige weekend speelde ik totaal niet goed. Ja. En dit weekend speelde ik dan weer heel goed, dus daar was ik wel weer blij mee. Dus dan hoef ik deze week minder naar mijn spel te kijken, gewoon speltechnisch. Maar ik blijf wel gewoon tegen pro-spelers, zodat ik het niveau wel omhoog had. Ja, je bent wel heel zelfkritisch, vind ik. Dat vind ik wel knap. Ja. Oké, okay, dus beantwoord dat een beetje de vraag. Waarom jij wil winnen? Vind jij? Ja, waarom wil ik winnen? Ja, ik wil gewoon de beste worden, klaar. Ja. Hey, dat is, vind ik wel een doel op zich, de beste worden. Ja. Maar wat is je ultieme droom? Een droom is wel altijd geweest dat ik mijn geld kan verdienen met FIFA. En ik denk dat je dat kan doen door middel van groot te worden op YouTube. Ja. Dat is, er zijn gewoon bepaalde, in de e-sport scene is niet alleen maar FIFA spelen, jongens. Het is alles eromheen. Je moet Insta gewoon onder controle hebben. Je moet veel mensen doen ook YouTuber bij. Als je die twee al bij elkaar gewoon goed hebt en ook nog echt goed bent in FIFA, dan kan je heel ver komen dat ik mijn geld kan verdienen met YouTube, Insta en FIFA bij elkaar. De combinatie. Ja. Een beetje meer influencer-achtige rol. Ja. Misschien een beetje gekke naam, maar. Ja, dat is wel gekke naam, maar ik denk, ja, weet dat dan, verdien je vooral je geld met FIFA. Ja. En dan, als jij zo goed bent in FIFA, dan komen er ook wel meer mensen op YouTube en je Insta. Dus op een gegeven moment begint dat wel te rollen. En op sportief technisch gezien bij FIFA, wat is dan je ultieme droom? Ja, dan is het gewoon op het WK staan. WK staan? Ja. Nou ja, als je er eenmaal staat, dan win je. Ja, dan wil je winnen. Ja, ja. Ja. Ja, snap ik wel. En wat moet je er dan voor doen, denk je? Ja, dat is lastig te zeggen, denk ik. Het is, je weet niet hoe het dit jaar gaat zijn. Het zou best kunnen dat je straks bijvoorbeeld de eerste qualifier ineens toch bij de top 10 zit.
Ja. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld al vierde of vijfde ronde eruit legt. Dat weet je niet. Dus ja, wat het gaat zijn. Ik denk dat mentaal ja, moet je gewoon veel dingen aankunnen. Want ja, weet je, als je best van de wereld zou moeten of wil worden, dan moet je iedereen kunnen verslaan. En kan je niet tegen, als je één keer verliest, kan je niet direct denken van oké, ik word het niet, dus ik kap er maar mee. Ja. Dus we hebben wel echt een winnersmentaliteit nodig. Ja, je moet echt hard zijn voor jezelf om bepaalde dingen te doen die je anders zeg maar niet zou doen. En nou ja, je moet gewoon heel veel ervaring doen door heel veel te spelen, waardoor je harder wordt voor jezelf, zodat je de juiste keuzes blijft maken in het spel. Zeker. Zodat je niet je gevoel de overhand laat krijgen tijdens je spel. Ja. Zo, zeg ik dat goed? Ja. Ja. Dus ultieme doel is wereldkampioenschap staan en ooit winnen natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. En je bent nu 18, alle tijd. Ja. Oké. Hey, dit is jouw kamer. Ja. Zul je die even laten zien? Ja, zeker. Mag gewoon laten hier, zien. Hier gebeurt het allemaal. De magic. Prima setup. Ja, prima setup. Het is niet... ja, bijvoorbeeld, Seb was vorige week natuurlijk. Dus, hij heeft een setup met drie beeldschermen en zo. Maar wat ik al vaker zeg in mijn streams en op Insta, weet je wel, mijn prestatie gaat voor. Als ik uiteindelijk straks met YouTube wel heel goed ga, dan moet het natuurlijk wel iets beter echt mijn setup voor echt streamen. Upgrades. Maar wat ik bijvoorbeeld fijn vind is dat mijn beeld, dat vinden veel mensen apart of wel een, ja, iets anders gewoon. Ik heb mijn beeldscherm altijd direct op mijn bureau of, en sommige mensen hebben vaak beeldscherm er helemaal naar achter. Ja. Ja, dus dat is wel iets dat wat in mij zit dat speciaal is misschien. Hoe zit jij dan? Ga zitten als je normaal zit? Dan zit ik echt zo voor mijn beeld. Jij zit echt zo. Ja, zo zit in de visie. Ja, ik vind het fijn om mijn controller ergens onder te doen. Dus ik zit een beetje hieronder gewoon. Ja. Maar ook als ik mijn monitor verder achter staat, dan zou ik met mijn handen hieronder gaan zitten. Ja. Dus Duidelijk. Fris is het een lekker fris kamertje. Ja, dat is eigenlijk mijn game room. In de bank. Ik kan misschien wel... wat beter, nog wat leuke dingen bij zetten, maar bijvoorbeeld hier links hangt nog een tv, dus als er voetbal is, dan zet ik lekker voetbal op. In mijn slaapkamer ga ik alleen heen als ik ga slapen, en anders kan je me hier vinden. Oké, man. Hey, waar ben je het meest trots op in de laatste jaren? Ik denk toch dat ik op dit moment Eredivisie speel en dat ik gewoon op zo'n hoog niveau FIFA kan spelen. En dat er oprecht best wel veel mensen zijn die bijvoorbeeld tegen me opkijken. Dus dat vind ik wel leuk. Vet man. Ja, dat is wel tof. Je doet het ook goed. Dankjewel. Laatste jaar heb je anderhalf jaar zieke dingen laten zien, vind ik. Hele vette dingen. Ja. En thanks man. Thanks voor dit interview. Sowieso. Ik hoop dat iedereen thuis in iets meer beeld heeft gekregen over wie Mark nou eigenlijk is. Dus dit was het. Ik wil je afsluiten. En wacht even. Je moet nog eventjes abonneren op zijn YouTube kanaal. Komt goed. YouTube kanaal, like, share het. Hoe zeg je dat normaal gesproken? Een duimpje omhoog of like even deze video. Abonneer op ACV eSports YouTube kanaal. En die van mij natuurlijk link in de beschrijving. En Greenhopper. Dan gaan we jullie bij de volgende video weer zien bij eSports op pad. eSports op pad. Hey, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Volgende week een nieuwe video. En wie weet, laat even weten wie jij wil zien. Volgende keer. Ciao. Ciao.